Kentech, kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap, presenteert The Circle of Trust. Proof of concept van een technische en juridische infrastructuur ten behoeve van het veilig en betrouwbaar uitwisselen van privacygevoelige informatie over het internet. Uitgangspunt: de burger staat centraal en heeft uiteraard zelf de controle over zijn eigen personal data. Deze film is gemaakt ten behoeve van beleidsmakers op het gebied van leven lang leren, arbeidsbemiddeling, gezondheidszorg en ICT-infrastructuur. En het is een oproep om dit concept over te nemen. The Circle of Trust is een van de resultaten van het project Let's Connect, waarin bedrijven en onderwijsinstellingen worden gestimuleerd om e-portfolio's in te voeren en informatie met elkaar uit te wisselen. Het project Let's Connect is uitgevoerd in regio Zuidoost-Nederland binnen het programma Brainport 2020. In deze regio wil men een klimaat creëren waarin talenten maximaal tot ontwikkeling komen en waarin dat talent zichzelf laat vinden en gevonden kan worden door bedrijven. Informatie uitwisselen door middel van een e-portfolio is daarin onontbeerlijk, maar die informatie moet wel betrouwbaar zijn en de informatieuitwisseling moet op een veilige manier plaatsvinden. Daarom is de Circle of Trust ontworpen. De Circle of Trust maakt gebruik van een ICT-architectuur die is ontwikkeld binnen het researchproject TAS3. Binnen TAS3 werd samengewerkt door de knapste koppen op het gebied van privacy-technologie van Europese universiteiten en van de researchafdelingen van een aantal grote softwareontwikkelaars, aangevuld met praktijkdeskundigen uit de wereld van arbeidsbemiddeling en gezondheidszorg. Vanuit Nederland waren betrokken de Technische Universiteit Eindhoven en Kentech. TAS3-technologie is vrij beschikbaar omdat het met Europees geld is gefinancierd. Op basis van reeds bestaande en state-of-the-art technologie creëerde het team van TAS3 een proof of concept dat we hier willen laten zien aan de hand van een user scenario van Peter. Dit is Peter. Hij heeft net het diploma MBO 4 werktuigbouwkunde gehaald. Geweldig. En dit is zijn e-portfolio. Een e-portfolio noemt men ook wel een elektronisch of digitaal portfolio. De gebruiker heeft er een verzameling data aangelegd in de vorm van tekst, beeld, film, geluid en hyperlinks. Personal data, waarmee je in de regel 3 doelen kunt dienen. Een e-portfolio doet dienst als een showcase-portfolio. Het is dan een digitaal cv dat je bemiddelbaar maakt op de arbeidsmarkt. Maar het kan ook een ontwikkelportfolio zijn, waardoor je je kunt laten begeleiden in een setting van leven lang leren en ontwikkelen. En als derde kan het een assessment-portfolio zijn, vergelijkbaar met een showcase-portfolio, maar dan bedoeld als verzameling leerbewijzen om je mee te laten kwalificeren voor een diploma. We leven in een tijd waarin personal data big business is en lang niet altijd in veilige handen. Jouw personal data zijn bijvoorbeeld in handen van Google, Facebook of LinkedIn of van alle scholen uit jouw onderwijscarrière in steeds andere leerlingvolgsystemen. Jouw personal data staan in administratiesystemen van scholen, van bedrijven, van overheden, ziekenhuizen enzovoorts. En vaak is dat geen enkel probleem. Maar als het gaat over leven lang leren en arbeidsbemiddeling is de vraag gerechtvaardigd: zijn jouw data nou vooral gemakkelijk beschikbaar voor jouw doelstellingen of voor die van anderen? In de Circle of Trust staat Peter centraal en hij stopt zijn diploma in zijn eigen e-portfolio. Want het uitgangspunt is: elke burger heeft controle over zijn eigen personal data. In technische zin betekent dit: het diploma-register van Duo stelt een link beschikbaar naar het authentieke bronbestand van zijn diploma. Dat is nu nog niet het geval, maar wel binnen het proof of concept van Let's Connect. Peter wil graag een baan vinden als onderhoudstechnicus in de maakindustrie. Hij gaat naar een werkloket en vindt de geschikte vacature bij een uitzendbureau. Dit bemiddelingsproces is een dienst die zich deels online en deels afspeelt in real life, in de vorm van een intakegesprek. Het uitzendbureau maakt gebruik van een showcase-portfolio waarmee de uitzendkrachten zich kunnen presenteren bij de bedrijven.
Peter regelt dat de basisinformatie in zijn e-portfolio wordt uitgewisseld met het e-portfolio van het uitzendbureau. Hij krijgt als uitzendkracht een baan als assistent onderhoudsmonteur. Hij werkt een jaar bij 3 verschillende bedrijven. Dan ziet hij een interessante advertentie als onderhoudsmonteur bij een zuivelfabriek. Hij solliciteert via zijn e-portfolio naar deze functie met behulp van een e-mail waarin hij een link zet naar zijn digitale cv. Na een succesvolle sollicitatieprocedure wordt hij aangenomen als onderhoudsmonteur. De zuivelfabriek gebruikt Portfolio Direct ter ondersteuning van hun interne opleidingsprogramma. Peter zorgt ervoor dat relevante informatie uit zijn e-portfolio wordt geëxporteerd naar Portfolio Direct. Peter is alweer een poosje aan de slag als onderhoudsmonteur en dat gaat erg lekker. Ook in de beoordelingsgesprekken met zijn chef wordt bevestigd dat het bedrijf erg tevreden over hem is. Gezamenlijk wordt gekeken naar de doorgroeimogelijkheden. En afgesproken wordt dat Peter een cursus werkvoorbereider gaat volgen. Peter sluit de cursus werkvoorbereider met succes af en het cursusinstituut stelt een link beschikbaar naar het authentieke bronbestand van zijn cursuscertificaat ten behoeve van zijn e-portfolio. Na een paar jaar groeit Peter door naar werkvoorbereider. Peters loopbaan kun je dus bekijken als een netwerk van loopbaandienstverleners waarin hij zelf centraal staat en waarbinnen op een betrouwbare en valide wijze informatie wordt uitgewisseld. Dat betekent dat we moeten kunnen weten wie wie is. Peter moet zich digitaal kunnen identificeren, daartoe is een ID-provider nodig. Stel je daarbij iets voor als DigiD. DigiD is een digitaal paspoort waarmee de burger toegang krijgt tot zijn personal data bij alleen de overheid. Maar nu gaat het om het legitimeren bij alle instellingen die betrokken zijn bij dit loopbaannetwerk. Dat is voor Peter ook handig. Je hebt 1 inlog voor alle betrokken websites. Het single sign-on principe. Peter moet ervan op aankunnen dat de privacy binnen het netwerk is gewaarborgd. Daarom wordt het hele netwerk ondergebracht binnen een Circle of Trust. De Circle of Trust is een afgeschermd deel van het internet met een state-of-the-art technische beveiliging. En Peter beschikt over een dashboard waarin hij kan monitoren door wie en wanneer zijn informatie is geraadpleegd. Peters diploma's en certificaten moeten controleerbaar echt zijn. DUO, Dienstuitvoering Onderwijs van het ministerie van OCMW, beheert in Nederland het diploma-register. En samen met haar zusterorganisaties in de Verenigde Staten en China heeft DUO het initiatief genomen om te komen tot een wereldwijde digitale standaard voor het verstrekken en voor de verificatie van digitale diploma's. Naast een technische heeft de Circle of Trust ook een juridische component. De samenwerkende partijen hebben door middel van het ondertekenen van een contract afspraken gemaakt over een aantal eisen die voor het goed functioneren van het netwerk essentieel zijn. Je kunt dit vergelijken met een kwaliteitsregister, zoals dat bestaat voor organisatieadviseurs, artsen en sinds kort ook voor leraren. Naast een privacygarantie is de afspraak dat iedereen zich houdt aan de NEN-norm voor uitwisselbaarheid tussen e-portfolio's, de interoperabiliteitsgarantie. Tot nog toe hebben de grote softwareontwikkelaars geen belang bij portfolio's die kunnen uitwisselen. Ze gedragen zich eigenlijk als een autofabrikant die auto's maakt die alleen op een ook door hen aangelegde tolwegennet mogen rijden. En wanneer je dan je bagage uit je auto wilt overladen naar een auto van een ander wegennet, moet je elk stukje bagage apart uit je koffer halen. Een flexibele arbeidsmarkt en leven lang leren vragen om een soepel werkend wegennet en gemakkelijk mee te nemen bagage. Uitgangspunt van de Circle of Trust is dus niet om een nieuw en alomvattend systeem te maken dat concurreert met de softwarereuzen van deze aarde, maar het is een technische en juridische infrastructuur ten behoeve van het veilig en betrouwbaar uitwisselen van privacygevoelige informatie over het internet, waarbij de burger centraal staat en uiteraard zelf de controle heeft over zijn eigen personal data. Binnen deze infrastructuur kan iedereen die aan de afspraken voldoet zijn product-dienstcombinatie aanbieden. Dat is het proof of concept van de Circle of Trust. We'll be right back.
is the balance.